Dat kan mijn neefje van 12 ook. Of woorden van gelijke strekking hoor je vaak als het om moderne kunst gaat. Het is beledigend bedoeld, maar het is de leerlingen van de Brederoschool inderdaad gelukt om hun kunstwerken in het Groningen Museum te krijgen. Het gaat om 4 fotocollages, geïnspireerd op het werk van fotokunstenaar Ruud van Empel. Van Empel maakt vaak portretten die een vervreemdend effect geven. De kinderen kwamen in aanraking met zijn werk tijdens het bezoek aan het museum. Na veel knippen en plakken en fotobewerkingen hebben de kinderen unieke kunstwerken gemaakt die een plekje in het museum zullen krijgen. Waarom is dit nou in één keer een echt kunstwerk? Omdat die in het museum hangt, gaat hangen. Dus dan is het wel heel leuk. En dan is het een kunstwerk als het in het museum hangt? Ja, dan is het wel meer kunstwerk dan dat die gewoon op school staat. Ja, dat voelt wel goed. Dat je zelf met de hele klas helemaal zo'n kunstwerk hebt gemaakt. Ben je er trots op? Ja. Waarom? Omdat toch iedereen iets heeft gedaan van de klas. En ik had gedacht dat het nooit zou kunnen, zeg maar. Ja, het voelde wel heel leuk. Fijn gevoel op zich. En wil je later ook kunstenaar worden misschien? Nou, niet echt als werk, maar wel als hobby. De kunstwerken zijn samengesteld uit tientallen foto's van de kinderen zelf. En hoe hebben jullie dit nou gemaakt? We hebben eerst allemaal foto's gemaakt. We gingen met groepjes rond onze school gingen foto's maken. En toen hebben we al die foto's op de computer gezet. En daar hebben we toen delen uitgekozen wat we toen gebruikt hebben. Jullie zijn het ook zelf op het schilderij? Ja. En hoe is dat? Misschien hang je straks wel in het museum. Ja, dat is wel leuk. Ja, nou, een paar kinderen. Ja, die de hoofd is van een paar kinderen. En de rest heeft... Ja, de hele klas heeft dan de rest uitgeknipt en opgeplakt hier.